Jongens, heel veel dingen zijn super nieuw gemaakt. Kijk eens even. Ze hebben hier allemaal paden doorheen gejenst. Met van die zigzag dingetjes en zo. Het staat nog niet in mijn GPS. Dus het bestaat ook niet heel erg lang, zeg maar. Je kan nu overal, alle kanten kun je op. Dit is best wel gaaf. Kijk, hier komen ook weer een paar paden bij elkaar. Oh, jongens, wat is dit opeens allemaal? Jongens, allemaal van die sluipweggetjes. Dat is best wel mooi eigenlijk. Hé, hey, wat hebben we gevonden? Dit ziet er bushcraft-achtig uit. Die nemen we mee naar huis. Jongens, wat is dit? Kijk eens even. Wow, jongens, kijk dit dan. Kijk eens even. Ik weet niet of jullie dat een beetje naar beeld kunnen zien. Wow. Dit is super mooi. Wow, het gaat nog veel dieper naar beneden. Dat pad loopt daar langs en hier heb je één grote ravijn. Heel erg gaaf. Nou jongens, ik ga het gewoon verkennen. Ik ga kijken wat het is. Ah wacht, deze staat weer wel in mijn GPS, dit pad. Dus dit was er wel, alleen daarachter nog niet. Dat hebben ze natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Oké dan. Jongens, kijk eens even. Wow. Jongens, de ene verbazing na de andere. Iedere keer maken we weer wat nieuws mee. Dit is echt gaaf, jongens, om te zien. Wow, hier krijg je zo'n bomentunnel. Dit ziet er heel mooi uit. Wow, en nu pas zie je hoe indrukwekkend dat is. Zie je dat? En ook hier loopt het schuin regelrecht omhoog allemaal. En je ziet, het is overal een soort van zandgrond. Ja jongens, we hebben vandaag al heel wat kilometers afgelegd en nu loopt het tegen de avond aan. En nu zijn we hier weer opeens uitgekomen. Jongens, het houdt maar niet op. Jongens, het is zoveel fijner om een ruim 200 gigabyte kaart in je camera te hebben. Dan kun je gewoon door blijven filmen. Die kaarten van vroeger, 4 gigabyte, die waren zo vol. Kijk eens helemaal naar beneden. Wauw, jongens. Kijk dan hoe dat eruit ziet. Een hele mooie plek. Ja, als de bliksem hier inslaat, dan slaat die blijkbaar heel goed en heel sterk in. Want dit is het resultaat. Wow, daar word je niet vrolijk van. Want die stukken die slaan meters ver. Jongens, kijk eens even wat we hier zien. Wow. Ja, dit is weer zo'n moment dat ik weer toch een beetje onder de indruk ben van iets wat ik zie. Nou, dat komt de laatste tijd niet vaak meer voor en nu hebben we weer zo'n moment te pakken. Gaaf jongens. Kijk eens even naar deze wortelstructuur. Wauw. Dat ziet er indrukwekkend uit. Ja, we hebben een klein padje gedetecteerd. Het is eigenlijk niks. Dit is gewoon het uitzicht wat je ziet. Ook best van mooi. Oei, wat is dat? Ja, je ziet duidelijk dat de zandstructuur daar naar boven gedrukt wordt op de een of andere manier. Heel gaaf. Wacht eens even. Kijk eens eventjes.
Super gaaf. Ja, er wordt steeds geschoten in het bos. De schoten komen daarvan af. Ja, ze zijn weer aan het jagen. Wow, kijk eens eventjes hier. Als ik hier ga staan, jongens. Kijk eens eventjes. Tada! En dan te beseffen dat we hier al op een redelijk hoog punt staan en dat het daar nog veel hoger is. Wow. Kijk eens even naar dat stokje wat daar ligt. Wow. Ja, het ziet er heel gaaf uit, jongens. Iemand heeft het blijkbaar weer gecreëerd. Oh, het is gewoon afgezaagd, zeg maar. Ja, dit is waarschijnlijk de negende maand, of dit is de negende maand van 2019. En dit is dus de allerlaatste dag dat we waarschijnlijk zulke opnames kunnen maken. Want dan gaat het heel langzamerhand naar de herfst toe. Herfst, winter. Het was vandaag nog 28 graden en ja, daar heb je het mee gezegd. Nu zal het wel nooit meer zo warm worden. Want nu gaat het langzamerhand naar januari toe, zo die maanden. Oh, ik denk dat dit de laatste opnames zijn die we hier kunnen maken. Heel erg jammer eigenlijk dat we dat nu al weten. Kijk eens even hier, jongens. En daar moet je ook nog ergens een uitzichtpunt hebben. Ergens daar bovenaan, er moet een soort van ronde koepel zijn. Je ziet heel duidelijk, hier loopt ook een soort van pad. En dat zal haast wel zijn voor die dingen daar achteraan, dat ze daar naartoe willen gaan. Ik zal toch eens eventjes via Google Earth gaan kijken wat dat nou is, of we dat ook kunnen detecteren. En als we dat op Google Earth niet kunnen detecteren, dan is het van het afgelopen anderhalf jaar dat dit daar is. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat ze daar van die verrekijkers geplaatst hebben. Oké, jongens, we gaan weer verder. We wouden eigenlijk al naar huis gaan, maar daar zien we het nut niet van in. Want het is nog behoorlijk lekker warm weer. En tegen de avond zou er waarschijnlijk regenopkomst zijn. Dus iedere minuut die ik nu langer kan uitrekken, dat doe ik zeker. Oh. Ja, jongens, hier moeten we weer naar beneden lopen. Jongens, wat zijn we allemaal aan het doen? Een soort van zitsteen. Ja, hier zit hij wel mooi beschut tegen de enorme harde zon die overdag er is. Kijk eens wat een boom we gevonden hebben. Wauw, hoe die eruit ziet. Dat ziet er indrukwekkend uit. Kijk eens eventjes naar de omgeving. Dit is zo mooi, jongens, dat wil je niet weten. En ook hier zo'n kleine zandplek gevonden. Gaaf, jongens. Jongens, daar komen we vandaan, helemaal daarachteraan. Dat stuk hebben we net afgelegd. Maar kijk eens even, als ik hier op mijn hulken ga zitten, dan zie je hoe steil het hier omhoog loopt. Eén grote wand, recht naar boven. Waar je gewoon niet overheen kan kijken, ook al zou je dat willen. Kijk eens even. Wow, man.
Ja, ik kende iemand die zat vroeger in het leger en die deed zijn fiets achter op zijn rug binden en die ging dit soort heuvels overheen lopen. En iedereen die zat hem aan te kijken. En hij zei, ik ben bezig met mijn dagelijkse training. Top. Oh man, jongens, kijk eens eventjes. We gaan even een test doen. Hij is keihard. Ik dacht het is helemaal verrot, maar het is zoals steen voelt het aan. Wow. Daar sta ik van te kijken. Wow, dat doet gewoon zeer aan je vingers. Als je er tegenaan klopt. Zo massief is het. Wow, jongens, kijk eens even hoe die eruit ziet. Jongens, en kijk eens even op wat voor plek die staat. Heel erg indrukwekkend. Kijk eens naar de omgeving. Jongens, neem het in je op. Kijk eens eventjes. Ja, dit ziet er een heel klein beetje uit als Area 51. Ik zeg het ook maar één keer. Wow. Oh, heel erg mooi, jongens. Kijk eens even. Jongens, let even op. Let even op. Zie je dit? Ja? Kijk eens eventjes, als ik mijn camera schuin ga houden, wat ik dan moet gaan doen. Dit is pas indrukwekkend om te zien, jongens. Het past gewoon niet in beeld. Wow, kijk eens eventjes naar die hele mega rand. Wow, het liefste zou ik nou een fles dropshot open trekken en hier gaan zitten. En gewoon wachten totdat het donker gaat worden. Maar dat kan niet, want we moeten nog deelnemen aan het verkeer. Jawel. Gaaf, jongens. Jongens, daaronder hebben we weer van die padjes ontdekt. Oh. Ja, en daarachteraan hebben we weer zo'n boom ontdekt. Die is waarschijnlijk al meerdere malen op de televisie geweest. En nu kunnen wij hem weer een keer filmen. En het kan zijn dat hij over een paar dagen ook weer op de televisie komt. Zoals gewoonlijk. Oh man, kijk eens eventjes naar deze structuur. Kijk eens eventjes naar die berg, hoe die daar staat. Oh man. Ja, en hier kom je weer in een soort van dal terecht en heb je die intense rust weer. Ja, ik ken zelfs mensen die hebben hier een soort van huis staan in het buitenland en die hebben dit gewoon zo 15, 16 keer hoger en daar kijken ze dan op. Dus die staan iedere dag gewoon met een mega fantastische smiley staan ze gewoon op. Wow, we moeten helemaal naar beneden lopen. We denken er nog niet aan. We moeten dat hele stuk ook weer omhoog lopen. Dus we gaan vanavond weer aan sport doen. Onbewust, zonder dat we het weten. Kijk eens eventjes hier. Hij is echt bezig geweest met graven, zo te zien. Wow, die structuur van het zand. Kijk eens eventjes. En kijk eens eventjes hoe dat omhoog loopt. Jongens, iedere seconde van de video blijft gewoon interessant, want... Kijk eens wat we daar ontdekt hebben. Helemaal daar beneden. Ja, ze zitten op een bankje waarschijnlijk. Of daar moet een bankje zijn, geen idee. Of zou die hier zijn? Eén van die twee. Het bankje kan ook hieronder zijn. Ik moet alles bekijken op een minuscuul klein scherm. Jullie zien het natuurlijk altijd veel beter. En ik later ook als ik thuis kom. Kijk eens even wat we gevonden hebben. Kijk eens even naar die rand. Hier staan normaal als het goed is paarden. Wow. Jongens, dit ziet er gewoon heel erg indrukwekkend uit. Kijk eens naar die omgeving. En je ziet het heel duidelijk hoe schuin dat omhoog loopt. Wow. Jongens, wat ben ik blij dat ik die laatste dag nog heb kunnen pakken. Om dit te kunnen filmen voor jullie. Jongens, ik wil het gewoon niet geloven. Kijk eens even hier en kijk eens eventjes. Kijk eens even naar dit. Dit is toch niet normaal meer? En dan denk je dat het ophoudt en dan gaat het nog veel, veel verder naar boven. En dan heb je helemaal daarboven aan de top, heb je die berken staan. Jongens, een hele vette omgeving hebben we hier gevonden.
kijk eens eventjes. Tadaa. 10 punten. Jawel. Jongens, wat een vette plek. Kijk eens eventjes daarbovenaan. Weer één gedetect. Kijk eens even hoe schuin dat loopt. Kijk eens even naar dat beeld. Het is gewoon van hoek bijna. Jongens, kijk eens even naar jullie computerscherm of hoe jullie dit ook bekijken. Kijk eens even. Mega geweldig, jongens. Wow. Wat zou de Mount Everest een indruk maken op mij, had ik die ooit in het echt zou kunnen zien van een hele grote afstand. Het zal wel nooit gebeuren. Mooi, man. Nou, Survivor Lily die was laatst al een paar keer met zo'n helikopter gedropt ergens, hè, in the middle of nowhere. En ook een paar andere bekende YouTubers of bushcrafters, die hebben dat gedaan. Hè. Die zijn volgens mij gewoon een aantal dagen of een week of zoiets dergelijks, zijn ze gewoon aan het hokken geweest in the middle of nowhere. En ze hebben het ook nog superleuk gehad, zo te zien in de video. Wow. Jongens, kijk eens even naar dit shot. Heel erg mooi, jongens. Wow. Wat een fantastische plek. Jongens, we kunnen gewoon alsmaar verder lopen. Jongens, en we hebben weer wat gedetecteerd. Kijk eens eventjes wat daar helemaal bovenaan staat. Wow. Heel erg indrukwekkend. Jongens, we hebben gewoon een halve boom gedetecteerd. Poeh, man. Ja, en wat nu? Dit is echt weer zo'n punt om een video te gaan afbreken. Maar dat gaan we niet doen. Want we gaan een stukje teruglopen. We gaan die Berkelaan, of wat het ook is, gaan we even aflopen. En dan gaan we aan het eind gaan we dan de video afbreken. Want we hebben een grotere kaart in de camera gedouwd. Die je niet zo 1, 2, 3 vol kan krijgen. Dus daar gaan we ook even gebruik van maken. Dit is echt gaaf, jongens. Phew. En maar lopen, en maar lopen, en maar lopen. Wat we hele dagen doen, jongens. Oh. Ik ben af en toe, als ik 's avonds thuis kom, ben ik nog te moe om te gaan eten. Dan kun je wel nagaan hoe ver ik al ben. Gaaf, jongens. Wow. Kijk eens even. Daar achteraan. Wow. Ik vraag me wel eens af hoe vaak deze video bekeken zou gaan worden, die ik nu maak. Deze dus. Ik heb geen idee. Wow. Kijk eens even. Afbuigen naar deze kant. En waarschijnlijk zijn dit gewoon allemaal van die vette wildpaden. Heel gaaf, jongens. En dan moeten we weer hierheen. Jongens, we moeten zo dadelijk dat hele stuk nog teruglopen. Helemaal omhoog. Ja, als ik dat nu zie, dan word ik niet zo blij. Maar we gaan gewoon even door. Want we laten ons niet zo snel van ons stuk afbrengen. Jawel, dat is één ding wat zeker is. Oh man. Kijk eens eventjes. Jongens, de ene verbazing na de andere. Het mooiste van alles is, in het weekend, als je dan een biertje opentrekt en het is zo tegen 12 uur en je gaat deze video dan kijken, dan komen de beelden, als het goed is, nog beter aan. Beneden of boven in de, in de bovenkamer. Jawel. Gaaf, jongens. Kijk eens eventjes hier. Kijk eens eventjes hier.
En kijk eens eventjes naar die twee mega grote heuvels. Jongens, dit is gewoon niet normaal mee wat we hier gevonden hebben. Oké, we willen eigenlijk die kant heen, maar dat loopt weer verder naar boven met een afwijking. Dus we gaan eventjes de afkorting nemen. Jongens, je ziet het, de zwijnen hebben behoorlijk huis gehouden. Ze hebben alles weer omgeploegd. Oké, dan pakken we dan maar voor één keer de afkorting. Anders moeten we er helemaal omheen lopen. Daar hebben we nou ook geen zin in. En dan gaan we zo weer helemaal teruglopen. Kijk eens even naar die heuvels. Niet normaal mee, jongens. Oké. Gaan we zo. Dan gaan we zo helemaal terug. En dan zie je pas in korte tijd wat van afstanden je af kan leggen helemaal. Ik heb heel vroeger, toen ik de allereerste Galaxy Tab had of zoiets dergelijks, met HD-camera, fotocamera, toen heb ik in zo'n gebied ook hele mooie foto's kunnen maken. Dat was echt prachtig. En nu heb ik het bijltje erbij neergelegd. Nu ben ik fulltime filmer geworden voor YouTube. Is ook wel lachen. Jawel. Kijk eens eventjes. Hier moeten we ze dadelijk helemaal weer naar boven toe lopen. Veel succes ermee. Oh. Jongens, ik denk dat je hier gewoon op gaat lopen, haal je bovenaan, haal je gewoon als een soort van zombie staat te puffen. Oké, jongens, we gaan beginnen. Nu gaan we omhoog lopen. Ja, nog even, dan gaan we de zuurstofflessen meenemen. Voor de Mount Everest. Gaaf, jong. Oh. Al die kiezels die hier liggen, zijn er heel veel. Meter voor meter gaan we weer omhoog. Kijk eens. Jongens, wat indrukwekkend dit. Ja, de zonsondergang. Heel mooi. Wow. Ja, die steen die ligt daar niet voor niets. Als mensen heel erg moe zijn, dan kunnen ze daar uitrusten. Ja. Oh jee, we komen helemaal vanaf daar beneden. Nu zijn we helemaal hier terechtgekomen. En je ziet het. Het gaat omhoog.
Ja, als ik zo dadelijk bij de auto kom, dan heb ik een fles Royal nog wat te liggen. En daar gaat waarschijnlijk echt wel de helft van uitgedronken worden. Wow, man. Even kijken wat we nu moeten doen. Hier stonden we zo straks. Ja, we moeten nog een heel eind. We moeten nog helemaal daarheen. En dan gaan we de weg pakken. We gaan niet continu hier overheen blijven lopen. Dan gaan we zo richting parkeerplaats. En dan gaan we naar huis toe. En dan hoop ik dat ik deze video voor 21 uur of rond 9 uur kan uploaden op mijn kanaal. Want het is nou... Dat gaat me waarschijnlijk wel lukken. Wow. Ik wil ook nog eens een keer, misschien met Marcel of zo, geen idee dat hij er zin in heeft, om een keer zo'n hiking tour te gaan doen. Om een heel lang stuk te gaan lopen. Waarschijnlijk dat is. Ik heb al verschillende padjes hier uitgekozen. Waar je dat heel mooi kan doen. Maar die zijn weer meer recht toe, recht aan. En ja, dat is op zich ook wel leuk om te doen. Om een heel eind te gaan lopen, sowieso. Wow, man. Kijk eens even hier. De ene verbazing naar de andere. Ja, je ziet het, de smog die hangt echt in de buurt van de stad. Daar heb je hier geen last van. Hier is het bewijs. Mega dit, jongens. Besef even, hier heb je zo'n padje. Het gaat hier regelrecht naar beneden. Daar heb je het laagste punt. Oh wacht, voor jullie daar dus. Moet wel goed kijken. Daar gaat het weer mega omhoog. Hier is toen de bliksem ingeslagen. En we gaan hiermee de video weer beëindigen, want je ziet het heel duidelijk aan de zonnestand. De zon is bijna onder. Schrijf zeker iets onder de video. Ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. Ik vond het heel erg mooi om deze video te kunnen maken. Maar hierbij ga ik hem dus alsnog afsluiten. Doei!